Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Speel met mij kinderspeelgoed video. Vandaag gaan we een DIY sjaal maken in granny style. Zoals jullie kunnen zien ziet hij er heel mooi uit en hij wordt in een driehoek gemaakt. Zo, zoals jullie kunnen zien gebruiken we een hele granny style voor deze sjaal en gebruiken we dikke wol en mooie patronen. Zoals jullie kunnen zien hebben we hier de Creativity Softwoods wol. Heel mooi en heel dik. En het is ook goed voor een warme sjaal. Zoals jullie kunnen zien is het een groot stukje wol. Dat we zeker zullen gebruiken vandaag. Het is 300 meter lang. Dus het is zeker genoeg. En hij weegt 300 gram in totaal. Maar natuurlijk weegt hij wat minder als hij op je nek komt. Zoals jullie kunnen zien staan hier nog wat extra benodigdheden op. Zoals bijvoorbeeld hoe dik de wol is. En bijvoorbeeld hoe jullie hem moeten wassen. En nog veel meer. We gaan nu beginnen met een klein stukje wol. Zo. En dat stukje wol gaan we natuurlijk zoals gewoonlijk om onze vinger draaien. Een haakje erin zetten. En zo. Wacht even opnieuw. Zo. En dan beginnen we natuurlijk als eerste met een klein haakje. Zo. Je kan dit ook met je vinger doen. Alleen gebruik ik deze keer wel een pennetje. Omdat het gewoon veel soepeler gaat dan met je vinger. Zo, we gaan zoals gewoonlijk een stukje haken. En dan beginnen we al met het vormen van ons patroon. Deze keer gebruiken we kleine rondjes. Die we nu alvast beginnen te maken. En dan haken we een stukje verder. Zo. En dan haken we er als het ware omheen. We willen als eerst de driehoek vormen. Dus dit wordt dus de mooie punt voor onze driehoeksvorm. En we hebben natuurlijk een mooi rond patroon erbij. Zo, laten we dan verder haken. En dan weer terug haken. Dan hebben we hier als eerst ons ronde patroon. We haken als het ware er omheen. En deze keer niet in de lengte of in de breedte. Zo, zoals jullie kunnen zien gaat het vrij soepel. In het begin is het misschien wel een beetje lastig omdat je het even onder de knie moet krijgen. Maar daarna wordt het zeker veel makkelijker. Zo, we hebben al een groot stuk van het puntje af. Laten we nu een stukje verder haken. Je ziet al dat het begint te vormen in een driehoeksvorm. Die vorm moeten we verder uitwerken. En je ziet natuurlijk ook al dat we de kleine rondjes die vandaag als patroon dienen ook al af hebben. Zo, je kan ook aantrekken en zodra je dat doet, zie je dus dat je meer een driehoekvormige sjaal krijgt. We hebben natuurlijk nog een groot stukje wol. En zoals jullie kunnen zien, gaan we daar gewoon verder mee haken en haken we er nog verder omheen. Wat je dus wilt doen is haken en dan altijd weer een stukje terug haken. Zo, we gaan weer door dit gat heen en daar vormen we dus dan nog een gat omheen. Waar we dan weer omheen haken en we dan verder haken met onze sjaal. Je ziet dat er weer nog steeds een soort driehoek gevormd is en dat dus dan ook uiteindelijk de uitwerking is van onze werkelijke sjaal. Zo, we haken in, we hebben nog een rondje. En we haken verder. Onze driehoek is al best vrij gevormd. Je haakt dus als het ware telkens eromheen en zo vormt dus de driehoek van onze granny style sjaal. Zo, je ziet dus dat we al een groot stuk van de driehoek af hebben. En op de kleine driehoekvormige patroontjes hebben. Zo, we haken verder. En dan zie je dus dat we al een hele mooie punt hebben van onze sjaal.
zo. Je ziet dat we dan al de hele mooie punt hebben. En dat we zo verder haken. Natuurlijk nog een stukje wol erbij. En dan gaan we zo verder. Zo, laten we nu verder haken in de lengte en dan weer terug haken. Zo, je ziet dus dat we de punt soort van al af hebben, maar dan nog steeds weer vastmaken aan het andere deel dat we over hebben in de lengte. We gaan nu weer terug haken. En haken die als het ware om de punt heen. Zo. En dan zie je dus dat we zo verder haken en dat onze sjaal al een hele mooie driehoekige vorm krijgt. We hebben nog heel veel wol over en hij is nog lang niet af, maar zoals je ziet hebben we al een kleine mini sjaal. Zo, we hebben nu al een groot deel van onze punt af en je ziet dus nu dat onze mini sjaal er zo uitziet en onze grotere sjaal er natuurlijk zo uit zou moeten zien, maar dan veel groter. We hebben al best wel veel gaatjes, maar we zijn nog lang niet daar. Zo, we hebben nog een stukje wol en laten we nu maar eens verder gaan met het haken van onze sjaal. En je ziet dus ook dat er een grote ruimte is tussen de gaten en de rand van de sjaal en dat de rand van de sjaal ook een complex patroon heeft. Dat heb ik jullie net laten zien. Nu moeten we dus ook uiteindelijk de zijkant van de sjaal afwerken en dus zo doorgaan. Zo. En uiteindelijk zou je dus dit resultaat moeten hebben. Een hele mooie, knusse, granny-style sjaal. Die er heel dof en heel zacht uitziet. En natuurlijk kan je hem nog veel groter maken als je dat zou willen. Maar ik heb gekozen om nu wel te stoppen. En uiteindelijk ziet hij er dus zo uit. Wat ik nu nog moet doen is hem aan het einde even afhaken. Misschien een knoopje inzetten. En dan is onze sjaal af. Ik haal het nog wel even terug in de lengte. Zo. Zo. En dan haken we nog een stuk verder. Nog even dat dubbele patroon aan de onderkant van onze sjaal maken. En dan hebben we onze sjaal af. Jullie kunnen zien dat we heel veel verschillende patroontjes in de sjaal hebben. Aan de zijkanten zelf ook patroontjes hebben. En dat hij er heel leuk en mooi uitziet. Nu natuurlijk nog even een knoopje erin zetten.
zo. En dan denk ik dat de sjaal zo af is. Even deze nog vastmaken. Zo. Je ziet dus dat ik die patronen ook heb herhaald. En dat hij in het algemeen er heel mooi uitziet en er heel mooi uit is gekomen. Een hele leuke granny style sjaal die je zelf heel makkelijk thuis zou kunnen maken voor de winter of voor de herfst. Zo, en dit is dus het uiteindelijke resultaat. Een heel mooi driehoekige granny style sjaal. Nou jongens, als jullie het leuk vonden, hoor ik dat graag. Laat jullie commentaar achter in de commentaarbox. Als jullie de video leuk vonden, like dan alsjeblieft deze video. En als jullie willen abonneren op ons kanaal om meer van deze video's te zien, doe dat dan alsjeblieft en deel deze video met je vrienden. Nou jongens, ik vond het hartstikke leuk. Tot de volgende keer.